vrienden. Ik ben zelf ook niet helemaal Joop van de kop, maar dit is... Ik word hier... Ik heb gelijk. Dan moet ik om Sharon op hoge poten naar me toe. Baby, zullen jullie nog over tegen? Waar wou je dan? Waar wou je dan? Oké, okay, schreeuw, hè. Mies. Hou op. Mies. Laat die dood. Fuck you, ik heb gewoon gewonnen. Ik heb iedereen afgekraakt en ik loop nog weg met de hoofdprijs ook. Nou, hoe leuk is dat? Ze moeten niet vergoochelen, maar bier maar met stroom, want meer is het niet. Dat is geen man. Och, wat een ellende. Zo. Goedemorgen. Het was weer een prachtige dag in Huizenkoks. Met één bank. Kijk daar achter mij. En deze bank op kan zitten. Er zit een driehoekjes er nou op. En ik hoorde van Facebook dat ik te veel scheld. Het spijt me. Ik zal niet meer zoveel schelden. Was niet mijn bedoeling. Ik wilde niemand kwetsen. Ik denk dat ik nou eenmaal iemand ben... Die het niet in de gaten heb of zo. Misschien heb ik wel Jules le Patet. Of een Jules le Patet? Jules le... Maya! Ja. Hoe heet dat? Jules le Pat? Jules de Laterat heb ik. Ik denk dat ik Jules de Laterat had. Daar kan ik niks aan doen. Dat is gewoon onbewust dat ik vloek en schel dat ik het niet door heb. Want ik doe het niet bewust of zo. En ik heb volgens mij ook niet zo ernstig geworden. Maar volgens YouTube wel. Nou ja. Ik ben nu een half uurtje wakker. En vlog 3. Ik denk, nou, vlog 3. Wat gaan we doen? We gaan jullie meenemen. Ik. En ging in mijn hoofd. Een stuk of 6. Er zit ook eentje bij die Jules le Patet. En waarom je niet moet afvallen? Kijk, weet je wat het is? Ik zou je vertellen, ik wil zo vaak heb kunnen afvallen, dat ik... er gewoon heb opgegeven dat ik me eigen maar accepteer wie ik ben. Want het lukt niet. Dus ik ga jullie allemaal redenen geven. Voor degenen die net zoals mij het wel willen, maar het ook niet lukt. Waarom zullen wij moeten afvallen? Ten eerste mis je heel veel. Je moet leven als een konijn. En je wordt heel ongelukkig van. Want ik kreeg ook al vragen, ben je echt depressief? Nee, maar ik word heel snel depressief. Want als iets niet goed gaat, ben ik depressief. Oké, ik spot daar misschien mee. Het spijt me, ik wil niemand kwetsen. Maar ik zag dat gewoon. En nogmaals, dat zei ik ook in vlog 1. Ik blijf Mies. Dus als je dat niet leuk vindt, dan kan je beter niet kijken. Want ik zeg dat toch en ik moet echt zijn. Dus ik kan niet nadenken van, oh dat mag ik niet zeggen. Want dan lukt het niet meer. Dus sorry mevrouw, als ik u gekwetst heb met depressiefheid. Beter drukt u maar niet meer op dit knopje. Maar waar waren we gebleven? Afvallen. Ik kan het niet. En met mij denk ik nog wel genoeg anderen. Lijkt mij. Of ben ik dan zo zwak? Mijn eigen kind kent het ook niet dus. Want we hebben het wel eens geprobeerd. En dan zitten de hele dag te lijnen. De hele dag. Echt, dan leef ik op een krekkertje. Dan leef ik op een krekkertje. S'avonds ga ik eten maken. Groenten met kip. En dan s'avonds kieken we elkaar aan. En zeg ik, ja, honger. Ik heb echt honger. En zeg ze, ik ook. Wat zou wij eten dan? En ik woon naast de co-op. Dus ja, dat is ook geen optie. Dus dan breek ik mijn nek om chocolade te halen. Want dat ik. Maar ja, dus dan is het heb geen zin. Leef de hele dag leuk en s'avonds vreet ik alles erbij van die hele dag. Toch Maya? Maya knik ja. Kom eens even in beeld, zeg even goedemorgen. Even hallo zeggen. Maakt niet uit, je hoeft niet perfect. Het is maar 1 seconde, zeg je even goedemorgen. Kom maar even, dit is mijn dochter, die is 19 jaar en dit is Maya. Goedemorgen, ik ga nu weer weg. Maya is zeg goedemorgen, want Maya schaamt eigenlijk nog eens nou. Heb ze overigens niet van mij. Maar wij vrouwen, met een maatje meer, dan praat ik over een emmetje. Oh, het beeld wordt een beetje water. Ah, kijk, het beeld schrikt al van mij. Kijk, wij hebben natuurlijk wel een heel vrouwelijk figuur. Niemand kan zeggen dat wij zijn niet plat. Wij hebben vetpabbels. Tja, dat zijn goede cellen, noemen we dat. Wat zit je nou te kijken? Goede, heb jij dat niet al? Ik heb best wel een strak buikje hoor. Ik heb niet zo... Oh, ja, maar jij bent 19. Toen ik 19 was en ik had jou nog niet uitgepoept, had ik ook een strak buikje. Dat is allemaal jouw schuld. Allemaal de schuld van haar. Ik kan iemand de schuld geven. En McDonald's natuurlijk. Want ik hou van McDonald's. McDonald's is mijn leven. Zonder McDonald's is er geen leven. En bij jou ook niet, eerlijk. Ja, zo zeg ik ja. Ik vind die frietjes zo lekker. Maar ja. Dus nu laat ik de kijker zien wat we het beste kunnen doen.
om niet af te vallen. En gewoon te genieten van het leven. Ik ga jullie vandaag meenemen hoe ik gewoon vreet. Dat is lekker simpel. Maar het is wel de waarheid. Luister, de kerst komt eraan. Oh, nu oliebollen. Oh, ik kan niet wachten. Vandaag ga ik mijn eerste oliebol met jullie eten. We gaan langs de McDonald's. Ik ga jullie alles laten zien wat jullie missen, die als konijnen leven. En dan lopen jullie het einde van het filmpje allemaal het water te bek. Als ik naar de wc ga, kijk, dan moet de hele huishouden mee. Ik ga niet eens normaal naar de wc op de vroege ochtend. Mensen moeten naar de toilet en dat moet zonder jullie allemaal. Doei! Ja, nou, mensen? Oh, die had ik helemaal niet gezien. Sorry. Oh, levensgevaarlijk. Nou, mensen, ik ben bij McDonald's. Dat is mijn ontbijt. Het is nu 2 uur en ik heb nog niets gegeten, dus ik heb honger. Kijk, en dat kan allemaal als je niet op dieet bent, heb je geen regels. Je kan gewoon ontbijten bij McDonald's. Wat gaan we eten? Waarom staat die auto daar? Kunt u even doorrijden, want Mies heeft honger. Wat is dit nou weer? Nou, in ieder geval, we gaan even wat eten bestellen. Ik ben met Bartje. Wat wil jij eten, Bartje? Ik hoef niks te eten. Bart is aan de lijn. Kijk, hij is al zo mager. Dat is magere hein. Is het hier deze? Nee, de volgende doet alleen. Hoezo? Je kent toch ook mee? Nee, deze doet het nooit. De volgende alleen. Oh. Hebben vaste klanten hier, ik weet dat. Moet je eigenlijk niks eten, Bartje? Ja, doe maar een macroketje dan. En doe maar een milkshake aardbei. Een croquetje en een milkshake aardbei. Ja, ik wil graag een macroketje. Ja. En een milkshake aardbei. Ja. En wat is nou het lekkerste wat jullie hebben? Wat is het lekkerste wat we hebben? Ja. Eetje, dat vraag je me wat. Maar wat? Hou je zelf meer van kippengroen? Oh, dat maakt me niet zo uit. Ik vreet alles. Ja, ik vind variatie juist het lekkerst. Wat zou jij nemen als jij mij was dan? Op dit moment denk ik de Old Dutch. Nou, doe mij dat maar dan. Oké, okay, dat was het. En een klein patatje met mayonaise of die frietsaus. Ja, dat was het ook. Ja. Voor de 12:40 mag ik doorrijden eraan mee. Oké, dankjewel. Ons kaasplankje. Ik hou niet van kaas. Oh, daar hou ik niet van. Daar hou ik niet van. Dit is dus wat zij heeft uitgekozen. De koeven. Ik hou niet van kaas, ja, ook een tosti, maar dat was niet zo. Ja. Ik moet zeggen, een beetje droog. Een beetje droog. Niet verkeerd. Een beetje droog. Weinig saus. Kijk. Nou. Nu sla. Sla is voor konijnen, wij zijn geen konijn. Heb je wel honger? Als je lijmt, ga je dit niet eten. En smakelijker, en smakelijker. Jullie missen wat. Nou. Tot zo! We zijn op de plaats van bestemming. De lekkerste oliebollen van de wereld. De Intratuin in Arnhem. Ik heb net McDonald's gevreten. Tja, want ik ga zo even boodschappen doen. Maar ik dacht, als toetje nemen wij natuurlijk een heerlijke, lekkere, overheerlijke, vette oliebol. Ik ben zelf ook een oliebol, dus ik voel me daar wel mee gematcht. Even kijken hoor. Hier wordt een beetje man. Kijk, niet erg vrolijk. Moet jij maar even vanaf ver af. Hier zo, dan ga ik hier de auto even neer. Dan moet jij maar even van ver af. Even dat ik die oliebol. Dan ben ik zo weer terug, ja? Ja. Moet je ook een oliebol? Nee, ik hoef niet. Nou, ik heb ze hoor. Oh, ik kreeg een oliebol gratis van die meneer. Lekker. Echt lekker. Dan kan ik rustig boodschappen halen zo.
gewoon lekker. Echt bijtje lekker. Super. Ja, echt lekker. Oh, die vreet ik zo in één kop, hoor. Kijk, en als je aan de lijn doet, dan mag het absoluut niet. Ik heb veel slecht. Ik word namelijk heel dik van. Het zijn vaste slechte cellen. Het zijn slechte cellen voor je vetrollen, maar goede voor je hersens. Ben ik gesmeerd of niet? Maar wel lekker. Nou, ik ga mijn boodschap halen. Tot zo. Welkom in de koop. Die doe ik eens mijn boodschap. Als je aan de lijn bent, dan kan je dat ook niet eten. Ik heb andere deeltjes. Groot. Sla. Wat van wel? Of zou ik doppertjes eten? Doppertjes of sla? Ik doe doppertjes. Doppertjes lekker. Doppertjes en worteltjes. Eten. Neem varkensstuiten. Wat? Varkensstuiten. Hier. Een varkensstaart? Oh. Zal het lekker zijn? Varkensstaart. Moet je poesje houden. Leuk. Zal ik niet zo graag niet zo nemen? Years later. Ja, gehakt is niet zo klein voor mij. Hoi. Jullie zijn bij mij naar de winkel geweest. En toen kwam ik thuis. En toen heb de Maya mij dat ze niet mee vrat. Want mevrouw ging pasta eten. Dus ik had van niks boodschap gehaald. Dus toen ben ik op mijn nest gelegen. En zoals jullie kunnen zien, lig ik daar nog steeds. Geen leven, geen doel, nutteloos. Mijn winkel gaat pas volgende week open, dus ik maak me niet zo druk. Nou, als jij nou denkt van, ik zou het leuk vinden als je dat een keer gaat doen, want aangezien ik toch doelloos ben, misschien kunnen we dan samen met z'n allen iets leuks bedenken wat ik elke keer kan gaan doen. Zo blijf ik toch een beetje bezig in mijn leven. Dus heb jij een tip, zet het hieronder. En dan zie ik je sowieso bij de volgende vlog. En zo niet, dan kan je de pleuris krijgen. Doei!